Stropcast. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Stropcast. We zijn vandaag maandag 17 april. We zitten pal tussen de heenmatch en de terugmatch tegen West Ham United. En onze twee gasten van vandaag hebben daar allebei iets mee te maken. De ene werd door de UEFA vorige week nog genomineerd als speler van de week voor die wedstrijd tegen West Ham United. En de andere speelde bijna 60 jaar geleden tegen datzelfde West Ham United. Dag Alessio Castromontes en dag James Stormen. Hallo. Goedendag. James, ik ga bij jou beginnen. En waarom? Ik wil jou eerst en vooral feliciteren met je verjaardag. Die was vorige week en het was een speciaal getal. Hè? 80 jaar is iets bijzonders. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat ik die leeftijd kan bereiken. Want als wij zo jong waren, dan mijn collega van vroeger, van nu, die dachten wij 60 jaar te bereiken. En als we dan 80 zijn, mogen we toch een pluim op onze hoed steken. Ja, en je zit hier nog altijd monteren en fris. Hoe voel je je als 80-jarige? Ben je daarmee bezig met die leeftijd? Eigenlijk niet, nee. Het enige wat er wel een probleem is, dat het meerdere deel van uw vrienden zijn allemaal verdwenen. Mm-hmm. En naast de andere kant is er een voordeel dat je veel jongere vrienden krijgt. En dan ben ik altijd de oudste van de bende. Ja. Je hebt het gevierd, neem ik aan. Hoe? Ja. Ik ben uitgenodigd geweest van mijn goede vrienden, dus in Parijs, en met Joris Zide, met Christian Verzeelen en met Paul de Groot. Dat zijn drie industriëlen van West-Vlaanderen. En die hadden mij een verrassing uitgenodigd in Parijs. En hebben daar drie dagen schitterende feest gemaakt en heet en gedronken. En proberen dus een onvergetelijke weekend van te krijgen. Ja, we mogen dat nu wel al zeggen, denk ik. James, jij bent niet per se iemand die vroeg in je bed kruipt, denk ik. Dus het is laat geworden in Parijs. Inderdaad, het is laat geworden. Gelijk, ja, ik kijk nogal ook veel naar laat in mijn bed naar het tv, naar de voetbaluitslagen en naar de resumes van het voetbal. En daardoor ben ik altijd redelijk laat in bed. Ja. Alessio, er zit een halve eeuw tussen jullie, meer zelfs dan dat. Kende jij James Stormen? Ja, ik moet bekennen dat ik James nog niet kende voor deze aflevering. Dus ja, ik kijk er wel naar op nu als ik zo zijn verhalen hoor. En ja, ik denk als ik op die leeftijd dezelfde verhalen kan vertellen, dan... dan ben ik heel blij. Heb je hem even gegoogeld op voorhand? Of dacht je van, ik laat het wel afkomen? Ja, ik heb het wel even gegoogeld natuurlijk. Hè, want ja, ik had gezegd dat hij ook in die wedstrijd tegen West Ham heeft meegedaan. In 64, denk ik. Dat 64, was. Dus ja, een tijdje geleden. Hè. Ik denk, mijn ouders zijn van het jaar 66. Dus voor er nog maar sprake was van mijn ouders, heeft James op West Ham zitten spelen. Dus ja, dat is fantastisch. Hè. Ja, ongelooflijk. Hè. James... Ja, voor onze iets jongere luisteraars, zeg maar, en dat zijn er toch wel wat, gaan we jou toch even kort moeten voorstellen. Hè. Je voetbalde in de jaren 60 voor AA Gent. Ja. Wanneer ben je begonnen bij Gent? In 59 was ik al 16 jaar in de eerste ploeg. Ja, 59, 16 jaar. Ja, was dat trouwens in die bewuste wedstrijd, dat heb ik gelezen, tegen Pele? Ja, ik ben geselectioneerd geweest voor dus, de ploeg van Gent, die dan de eerste maal tegen Santos speelde. Ja. En daar deed Pele mee. Mm-hmm. Dus dat was een heel mooie... Op dat ogenblik hebben wij daar niet zoveel geruchtheid aan gemaakt, buiten dat Pele wereldkampioen was geworden met Brazilië. Maar tegen Santos spelen met verschillende internationals van Brazilië was natuurlijk een feit. En ik heb daar in de laatste minuten... De stand was 2-1. Mm-hmm. In de laatste minuten heb ik een kopstoot juist naast de paal gegeven. Dat was spijtig dat ik nog niet kan scoren. Het ging hard geweest zijn eigenlijk. Hè? Op je 16e debuteren en scoren tegen het Santos van Pele. Maar het is al straf dat je er tegen gespeeld hebt, want dat kunnen niet al te veel Belgen zeggen, denk ik. Maar in die periode hadden we een trainer, Louietje Verstraeten, die nogal gek was van een paar jeugdspelers. En er zijn toch vier spelers van de jeugd in de 59-60 in eerste ploeg gekomen. Mm-hmm. Okay. Dus dat was schitterend. Ja.
Ja, je zal veel verhalen hebben, denk ik. Ja, Alessio, maar, dus ik ga proberen jou af en toe ook aan het woord te laten. Ja, ik ben aan het denken van hoe ik erin gekomen met mijn verhalen, maar... Nee, dat komt goed. Dat komt goed. Eerst nog even over James, want jij was ook een ras echte Gentenaar. Hè? Ja. Geboren en getogen in Gent. Uh-huh. Mijn jeugd doorgebracht bij Gent. Kampioen van België gespeeld met de scholieren. In Gent 2 jaar daarvoor. Mm-hmm. En 2 jaar nadien kampioen van België. Of 3 jaar nadien kampioen van... Enfin, bekerwinnaar van België. Met 4 spelers van... Van die jeugdploeg toen. Jeugdploeg toen, in die tijd. Ja, dat was inderdaad de eerste trofee in de geschiedenis van AA Gent. Ja. De beker van België in 1964. Ja. Tegen Diest, hè, was het? Tegen finale. Diest. Ja, en dus een heel affaire geweest in feite. Want we hadden dus... de finale bereikt. We hadden gediscuteerd over de premie. Dat was in die tijd niet bespreekbaar. Mm-hmm. Onze voorzitter wilde eigenlijk geen supplement betalen. Hij beloofde altijd, maar we kregen niks. Het was ook zo dat Erik Lambert moest de dag voordien spelen met zijn ploeg van het werk in Duitsland. En die heeft dan heel de nacht... van Duitsland gereden naar Gent om mee te gaan naar de Heysel. En we zijn die wedstrijd begonnen. En aan de time stonden we dus 2-0 achter. Mm-hmm. Daar kwam er nog bij dat Lucien Helling, die gekwetst werd. Dus we hadden maar met moeite 10,5 man. En in de tweede helft hebben we dus 2-2 gelijk gespeeld. En de laatste minuut van de... Ik rappeleer me nog heel goed... De laatste minuut van de wedstrijd, op links had ik een doorbraak in de center van mij naar Erik Lambert, uh-huh. die dan het tweede doelpunt scoorde. En we kregen verlengingen en in de verlengingen hebben we dus 4-2 gewonnen. Ja. Wat eigenaardig was, of beter gezegd, schitterend, dat die 4 spelers, Lucien Helling, Robert Mailleux, Urbain Segers en ikzelf hadden in de finale van de beker van België scholieren ook 2-0 achtergestaan aan een time en winnen we ook met 2-4. Ja, zoiets valt bijna niet te verzinnen, denk ik. Hè? Dus het is eigenlijk toeval misschien, maar ik vind het ongelooflijk. Ja. En met die premie is het in orde gekomen? Die premie werd beloofd bij het winnen tegen West Ham. Ah ja. Spijtig genoeg. Is dat niet gelukt? hebben we geen winst gehad. Dus ook geen premie. Ja. Dat is van heel lang geleden, maar dat onderhandelen met bestuur over premies, Alessio, dat gebeurt nu nog altijd, denk ik. Hè? Daar is de spelersraad voor. We hebben daar een spelersraad voor. Met de ervaren jongens, hè, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Iemand van Vadis, Sven, Laurent. Ja. Bij ons is dat nu wel op voorhand altijd wel afgesproken. Ja. Dus daar is weinig discussie over. Nou, ervaren jongens, daar zit jij ondertussen toch ook stilaan bij 4e seizoen, nu al bij AA Gent. We hebben het even nagekeken. 170 matchen voor de Gantoise, 40 daarvan Europese wedstrijden. Sta je daar soms zelf bij stil, bij die cijfers? Dat er 40 al Europees was, dat wist ik niet, want dat vind ik nu ook wel heel veel al. Ja. Dat ik nu mijn 170ste match of daar in de buurt zit, wist ik wel, omdat we... Toen we naar de halfvaste voor waren geweest, heb ik gesproken met iemand van de foundation. En die liet me eigenlijk een lijst zien van meest gespeelde wedstrijden van spelers in Gent. Uh-huh. En daar stond ik al in de top 20, denk ik. Van, okay. Van een bepaalde... pas beginnen tellen van een bepaalde tijd of zo. Maar dus daar stond ik al in de top 20 en ik was daar wel echt verbaasd door. Dus daarom weet ik eigenlijk wel dat zo... ongeveer 170 wedstrijden zijn nu. Ja. Je plaatsje in de spelersraad mag stilaan geregeld worden, denk ik dan. Ja. Wie weet voor volgend seizoen. Wie weet, Je toekomst bij Gent, ik begin er al vroeg over in deze uitzending, moet ik zeggen. Maar goed, we zijn er nu toch aan bezig. Hoe zie je die? Je hebt nog een jaar contract, denk ik, hè, na dit seizoen. Ja, na dit seizoen heb ik nog een jaar contract. Dus ik weet niet... Wat het plan is van de club. Het zal nu ook afwachten zijn wat we gaan doen in Europa, maar vooral ook in de competitie. Als we die play-off 1 halen en
naar volgend seizoen toe. Dus het zal ook zijn, ja, wat de interesse is van andere clubs. En ik denk dan dat we, ja, club en speler gewoon de juiste beslissing moeten maken. Uh-huh. Maar ja, toch al 4 jaar hier in Gent. Dus, wil en nog altijd content, ik meer, hoop ik. Ja, zeker, ja. Daarom. Ik wil zeggen, dat wil wel zeggen dat ik mij hier altijd heb goed gevoeld. En ook wel geliefd gevoeld bij de supporters. Uh-huh. Dat doet er ook wel veel aan, denk ik. Uh-huh. Dus ja, als Limburger naar hier in Gent verhuist, is mij wel bevallen. Ja. Ja. Het buitenland, is dat iets... er is al interesse geweest in het verleden. Zit dat nog in je hoofd voor de... Ik zal zeggen... komende jaren ergens. Hè? Je bent nog altijd maar 25, 26. Dus er is nog tijd. Hè? Ja, ja, het is wel zo dat... ik word nu in mei 26. Uh-huh. Dus als speler is dat toch ook wel al een serieuze leeftijd. Allee, ik behoor niet meer tot de jongsters. Dus die ambitie voor naar het buitenland te gaan is er altijd wel al geweest. Dat ga ik zeker niet ontkennen. Uh-huh. Maar ik denk dat we gewoon moeten zien... zoals je zegt, ja, er is al... concreet interesse geweest, maar toen vond ik niet het juiste aanbod. Dus dan denk ik gewoon dat ik hier nog altijd beter in Gent ben. Dat is misschien ook het probleem hier in Gent. Hè. Mijn 4 jaar dat ik hier heb gezeten. Uh-huh. Ja, ik heb al 40 Europese wedstrijden. Ik heb hier elk jaar ook gewoon Europees gespeeld. We doen elk jaar wel bovenaan mee. Dus het wil ook gewoon zeggen dat ik hier goed zit. Hè. Ja. Kunnen nog een aantal Europese wedstrijden bijkomen. Hopelijk, wie weet. Hè. Daar gaan we het straks zeker nog over hebben. James, wat vind jij van Alessio als voetballer? Ik heb hem geweldig geapprecieerd. Hem die kende, maar ik heb praktisch alle wedstrijden gezien van Gent. En die heeft een paar fantastische wedstrijden gespeeld. Uh-huh. Wat mij grote indruk kan maken. Uh-huh. Ik moet zeggen, proficiat. Dank je wel. Ik moet je zeggen, een toffe jongen. Veel succes voor verdere. En buitenland is daarom niet altijd beter dan bij ons. Nee, ja. Huh? Ja, het is zoals ik zeg. Dat is hier... het probleem ga ik niet zeggen, maar ik zit hier gewoon heel goed in Gent. Ja, hè, en, want je ziet met de ketelaren bij Milan. Bij Milan. Mm-hmm. Dat is ook niet zo goed. En het is, als je goed bent ergens... Het kan meezitten natuurlijk, maar het kan ook tegenvallen. Kan dus, tegenvallen, hè. Ja. Maar neem dat advies toch maar ter harte. Blijf nog een beetje bij ons, Alessio. Ik heb 2 keer de kans gehad. Herken je trouwens iets van hem in jou als voetballer? Want ja, jij flankspeler, was flankspeler, Alessio, is dat ook? Het is een flankspeler, hè. Dus, ja. Dat is een beetje het type van strijdlustig zijn. Niet opgeven. Hij is een beetje meer verdediger geweest dan ik zelf. Mm-hmm. Maar... hij brengt veel bij met de ploeg. Hè? Dus wat dat betreft moet ik zeggen. Ik heb ook trainer geweest, dus hij had heel goed in mijn ploeg gepast. Is het waar? En wat voor systeem speelde jij? Kijk, dat is een heel verhaal. Dat is eigenlijk wel iets... Ik ben trainer geworden per toeval. Mm-hmm. Door het feit dat ik in het bestuur zat van A-Gent... die in de tijd van een fantastische voorzitter, De Meester. Mm-hmm. Albert De Meester, ja. Hadden wij een trainer die 8 keren achter elkaar verloor. En Albert, die zei tegen mij... Menneke, zoek maar een nieuwe trainer. Want ik was zo'n beetje... en dan deed het meeste afwist van het sportieve. Uh-huh. Dan deed hij allemaal baartjes smaten, zoek maar een nieuwe trainer. En dan achter een tijdje zeg ik, Albert, we gaan geld sparen. We hebben nog 8 wedstrijden te gaan. Ik zeg, we gaan geld sparen. Kan ik dat best doen? Ik zeg, kan je op mijn gemak zoeken? En kan ik dat doen? Uh-huh. En ik heb dan de ploeg overgenomen. Ik heb heel veel veranderingen gedaan. De spelers gesteld op de juiste plaats. Wat heel belangrijk was. En dan hebben ze alle 8 gewonnen. Uh-huh. Maar ondertussen had ik wel Norberto Huffeling gevonden. En Norberto, aan de 4e wedstrijd, had ik aan Norberto gezegd... Norberto, neem maar over. Hè. Nee, zegt hij, je doet dat goed. Ik zal dat wel voor volgend jaar doen. En zo ben ik dus trainer geworden van Gent. Ja. Zonder de enigste trainer in Gent die nooit verloren is.
Ja, dat is straf. Maar we moeten er wel bij zeggen, je hebt ook maar 8 matchen gecoacht in totaal. 8 jaar, ik was ook maar in de ongeslagen. Ja. Ongeslagen geweest. Ja, ja, voilà, dat is een titel die, die op je hoed mag steken. Ja, ja. Ja, het is spijtig dat Robert Nouts niet meer leeft, want die kent heel het verhaal en dat was... Ja. Was schitterend. Ja. Waar zou jij Alessio opstellen als trainer? Want we weten dat allemaal. Hij is multi-inzetbaar. Hè? Hij heeft al op veel posities gespeeld. Ik heb hem best zien spelen langs de flank. Ja, oké. Okay. Maar dan is het nog de vraag welke flank. Want hij kan zowel op links als op rechts. Dat duidt de kwaliteit aan van de speler. Uh-huh. Ik was ook links en ik was ook rechts. Ik ben begonnen als rechtsbuiten. En uiteindelijk ben ik constant linksbuiten geweest. Dus hij heeft die kwaliteiten. En een speler gelijk hem kan ik gebruiken op alle plaatsen. Maar het voornaamste voor mij is dat hij speelt waar hij het liefst en het gemakkelijkst speelt. Voilà, dat en is dan gaan we die vraag gewoon bij jou leggen. Alessio, net zoals ik kwam te zeggen, ja, je hebt al veel posities bekleed bij Gent. Als je nu zelf trainer bent, waar zet je jezelf dan? Toch op die rechterflank. Hè. Ja. Gewoon ook omdat ik daar het meest vertrouwd ben. Zoals hij zegt, ik denk dat gewoon nog het belangrijkste is. Daar heb ik ook de meeste wedstrijden in mijn carrière gespeeld. Dus daar voelt gewoon het meest vertrouwd aan. En het is ook wel, als ik kijk naar de volgende stap in mijn carrière, dan denk ik ook wel dat het op die rechterflank gaat zijn. Dus ik zie mezelf ook nog liefst op rechts spelen. Feit is wel dat je het meest op de linkse staat, hè? Ja, dat is waar. Zeker sinds vorig seizoen, hè, omdat Samoise dan het goed heeft gedaan en is opgekomen eigenlijk van de jeugd. Vaak op links gespeeld. En daar is het ook goed gegaan. En uiteindelijk ook zeker met de ploeg dan successen gehaald, zoals de beker gewonnen. Dus uiteindelijk veel wedstrijden daar gespeeld. En dat ging me ook wel goed af. Het is iets anders. Kan ik ook andere kwaliteiten tonen. Dus, Maar je bent een beetje als een Zwitser zakmes, de passepartout van agent, zeg maar. Hè. Waar heb je nog allemaal al gestaan? Ja, vorig jaar ook een paar keer in de spits. Achter de spits gespeeld, in het middenveld. Ook dit seizoen nog in het middenveld gespeeld. De Supercup op Brugge bijvoorbeeld. Ja. In de verdediging, in de driemansverdediging gespeeld. Dus ik ben echt wel nog aan het wachten tot Davy of Paul eens rood gaat krijgen en onze wissels op zijn. En dan vraag ik het om in de goal te staan. Ja, moet je zeker doen. Hoe was het inderdaad om, want dat is nog vrij recent, tegen Serijn onder meer, en nog een wedstrijd daarna, om in die driemansdefensie plots te voetballen? Ja, de coach had het zelf ook gezegd, hè, voor de wedstrijd tegen Serijn, van... Ik ga je in de driemansverdediging zetten en eerlijk gezegd hoop ik dat het maar voor één keer is, want het was eigenlijk uit noodzaak. Uh-huh. En ik had het daar goed gedaan, natuurlijk niet te veel bedreigd geweest door Serain, omdat we het daar ook gewoon heel goed deden. En zeker in de tweede helft snel een paar doelpunten konden maken, waardoor zij het ook vooral hadden opgegeven, denk ik. Uh-huh. En dan de wedstrijd daarna tegen Union was toch een ander paar mouwen, hè, met de snelle aanvallers. Maar uiteindelijk is dat wel goed verlopen, denk ik. Mm-hmm. We weten nu dat we daar nog eens een beroep op jou kunnen doen, en mocht het nodig zijn. De zoveelste optie met Alessio Castromontes. Voilà. Ja. Straks nog meer over die wedstrijd tegen West Ham die eraan komt in Londen. Eerst nog even terug naar de actualiteit, zou ik zeggen. Want gisteren zondag was er die wedstrijd op KV Mechelen. Heel belangrijk natuurlijk om die plek in de Champions Playoffs af te dwingen. 1-1 is het geworden. Ik had heel veel stress zelf langs de kant van het veld. Hoe was het op het veld? Ja, ik had eigenlijk ook wel zo het gevoel op het veld. Omdat we begonnen aan die match en... we voelden wel meteen van het gaat hier geen walkover worden vandaag. Ze waren heel gemotiveerd. We vonden zeker in de eerste helft niet echt de oplossing om echt kansen te creëren. Dan komen we op voorsprong door die goal van Samoise. Mm-hmm. En ik denk dat we dan zoiets hadden van nu gaan we er echt wel. Nu gaan we er nog wel over. We gaan hier een paar scoren en ze gaan het ook opgeven. Mm-hmm. En dan, als ik het mag zeggen, wel een lucky goal of gewoon prachtig gedaan. Ja. Juist voor de helft, waardoor zij ook weer vertrouwen tanken. En zoals je zegt, die nervositeit heb ik ook gevoeld na mijn vervanging. Als ik op de bank zat, vond ik bij heel de bank iedereen dat het eigenlijk toch wel goed was bij dat puntje. Ook al hebben we nog veel kansen gehad om toch nog die wedstrijd te winnen. Ja, jij zelf ook. Hè. Met die kopbal was je er eigenlijk heel dichtbij. De keeper redt hem en dan valt hij nog voor de voeten van Gift en Okumu. Ja, en ook nog een keer een trap met links, waar ik eigenlijk misschien wel beter had kunnen doen. Dus ik
denk zeker wel dat we de kansen gecreëerd hebben, maar ja, ik denk dat iedereen ook wel zoiets had van oké, okay, puntje hier en volgende week afmaken tegen Oostende. Ja. Komende zondag, Alessio, inderdaad, thuis tegen KV Oostende. Het mag niet meer misgaan, hè, dan. Het zou niet meer mogen misgaan. Het zou niet meer mogen, ja. Ze hebben de kans laten liggen, hè. Als je de wedstrijd bekeken hebt van zondag, hadden ze het verschil al heel veel vroeger moeten maken. En ze hebben schitterende kansen gekregen. Oké, een beetje ongeluk hadden, maar die doelpunt dat ze niet maken, door het feit dat ze daar op de lijn praktisch... Ja, bal van de lijn. Die moest geschept worden, in plaats van gewoon ingetikt worden. Dus ja, dan betaalt je de tol ervan. Ik had dat direct gezegd, zeg, amai, ze missen daar 2-3 kansen die heel groot waren. Dat gaat hier spannend worden. En kort daarna die krijgen we die goal tegen. Dus... Het was een beetje het verhaal bij Club Brugge ook. Hè. De dag ervoor op Westerlo ook kansen. En daar wilde de bal er uiteindelijk ook niet in. Maar, dus het kan gebeuren. Hè. Club Brugge is geen Gent. Hè. Club Brugge is niet goed. Gent is een betere ploeg. Ja, ja, ja. Dat is Brugge een uitspraak die de Gent-supporters al graag zullen horen. Nee, denk maar ik. Brugge heeft de namen. Gent heeft de ploeg. En als die goed op elkaar ingesteld staan, die is dat schitterend. Spijtig dat... De Midvoor heeft daar een paar goals laten liggen. Hè? Dat is spijtig. Maar als die gescoord, was het misschien 4-5-0 geweest. Een beetje mislukt. Ja, oké. Okay. Maar goed. Dat is voetbal. Alles kan nog. Hoe bekijk je het seizoen van AA Gent in zijn geheel tot nu, James? Ja, dus afwisselend. Periodes gehad van heel gezellige voetbal. En periodes gehad van, amai, wat doen ze nu? Goed, maar dat is voetbal. Iedereen kan niet altijd 100% het maximum geven. Er zijn ook veel blessures geweest op bepaalde momenten. Het was bij momenten echt puzzelen om een volwaardige ploeg op de been te krijgen, hè, Alessio? Ja, inderdaad. Ja, ja. Ik denk, we hebben het ook al vaker aangehaald. Zeker op training, dat af en toe met nog geen volledige ploeg trainen was. Dus, dat is ook het nadeel van een speler van bepaalde kwaliteiten. Als hij dus aanvallend een flankspeler heel goed is en moet mee een keer in de verdediging gaan spelen omdat het een noodoplossing is, is dat een klein beetje de ploeg verzwakken, als je het zo mag noemen. Want die flankspeler kan niet zo goed zijn dan hem. En de verdediger, daar moet hij zich aanpassen. Maar uiteindelijk... Die is het goed meegevallen. Hè? We hebben een kans voor dus die play-offs te halen. Moet. Ja. Het is niet meer van, we proberen. Nee, het moet. Want zo'n kans krijg je nooit meer tegen een ploegspeler die naar beneden gaat. Ja. Als laatste wedstrijd. Ja. Goed, en ik heb er veel vertrouwen in. Hè? Ja. Ik denk iedereen, maar verwacht je nog veel weerstand van Oostende? Ik zag gisteren bijvoorbeeld de wedstrijd van Union tegen Serijn. Dan denk je ook, oké, dat wordt 6-0. Maar dan blijkt het 2-1 te zijn in een tweede helft, waarin Union het echt nog lastig had. Eigenlijk. Dus ja, je weet het uiteindelijk maar nooit, hè, hoe die match verloopt. Je hebt het daar juist zelf gezegd. Hè? Ja. Je scoort en zegt, ja, nu gaan we een cartoontje maken. En het valt tegen. Bij Union is het juist hetzelfde geweest, hè. Ze scoren en ja, we zijn op ons gemak. En dan krijg je juist een terugval. Ja. Dus dat mag niet gebeuren. Ja. Zondag, als wij scoren tegen Oostende, moet je voor de tweede en de derde gaan. Want je weet nooit wat er gebeurt. Een domme fout in de carré. Eindsbal, gelijk dat ze nu gemakkelijk penalties geven. Mag niet gebeuren. Ja. Dus proberen het verschil te maken in korte tijd dat gedaan is. Voilà. En dat de spelers dan ook, na de terugkeer van West Ham, niet in een vermoeidheidsperiode komen. Want voor staan met 1-0, iedereen wordt een beetje moe op het einde, wordt gevaarlijk. Dus rap het verschil maken.
wel. En, de trainer James Storm heeft, heeft zijn advies aan meegegeven. Ik zal het advies doorbrengen. Print het in je hoofd. Ik zal het advies meegeven aan de Het kunnen inderdaad misschien wel verlengingen worden in Londen. Dat moeten we nog allemaal afwachten. Hoe verteer je zelf die snelle opeenvolging van matchen? Best wel goed, denk ik. Ja, best goed. Alleen zeker zo na een wedstrijd, dan voel je toch wel dat je in de week nog een wedstrijd hebt gespeeld. Maar tegenwoordig met de technologieën en de recuperatietechnieken en zo, denk ik wel dat het allemaal gaat. Alleen, je kunt wel niet ontkennen dat je veel frisser aan een wedstrijd start als je pas de week ervoor hebt gespeeld, tegen als het dan maar 3 dagen geleden is. Maar ik denk zeker die wedstrijden nu op West Ham gaat iedereen 100% zijn, gewoon al door de grootte van die wedstrijd en het stadion en zo, denk ik dat iedereen gewoon 100% gaat zijn. En die thuiswedstrijd tegen Oostende, waar we zelf het belang van die wedstrijd ook wel goed beseffen, denk ik ook gewoon dat iedereen die vermoeidheid even aan de kant kan laten. En de week erna is het vrij, dus daarnaar uitkijken. Ja. We gaan het nog niet te veel hebben over mogelijke Champions Playoffs, want we willen het niet jinxen, uiteraard. Dus laat ons misschien eerst maar kijken naar het duel met West Ham dat eraan komt nu donderdag. We hebben die heenwedstrijd gehad hier in de Gelamco Arena. Nog even over dat doelpunt dat wij scoren. Het prachtig doelpunt wel, en jij hebt daar ook een belangrijk aandeel in, hè? Ja, klopt. Ik had assist gegeven voor Hugo. Het was eigenlijk een heel mooie collectieve actie. Die starten op de flank. Een 1-2'tje met een gift. Dan kan ik door het centrum doorlopen. Vind ik Hugo door de benen van Ogbonna. Uh-huh. En hij maakt het ook wel fantastisch af. Uh-huh. Dus dat weten we natuurlijk wel, dat we Hugo niet zo'n 2 keer zo'n kans moeten geven voordat hij binnen zit. Ja. Nee, hij zit al aan 25 doelpunten dit seizoen. Dat is ook wel een cijfer waar je eens mag bij stilstaan. Hè? Zeker in zijn eerste jaar. We beseffen dat ook wel, dat we daar heel veel geluk mee hebben met iemand die het zo goed doet, zeker zijn eerste jaar. Natuurlijk, nu Gift is er ook pas recent bij, heeft ook al zijn doelpunten gescoord. Dus het is eigenlijk heel goed dat die jongens zo niet echt een aanpassingsperiode nodig hebben gehad. Hè? Ja, klopt. James, je hebt de match tegen West Ham uiteraard ook gezien. Hoe schat jij het in voor deze week? Hoe liggen de kansen? Wel, luister, ik denk dat Gent een grote kans heeft. Uh-huh. Onder voorwaarde dat ze zich niet opsluiten. Dat ze niet te defensief spelen. Want voor mij zouden ze moeten meester zijn op het terrein. Dus aanvallen. We weten dat je counters krijgt. Die moeten goed opgevangen worden. Maar eerst het doelpunt maken. Uh-huh. Trachten eerst een goal te maken vooral je dat in binnen krijgt. Uh-huh. En want anders wordt het heel moeilijk. En dus eerst scoren. En als je kan scoren, dan zit er wat in. Ja. Want druk gaat je toch krijgen van West Ham tot de laatste minuut. West Ham heeft in het weekend gespeeld tegen Arsenal, 2-2. Met een andere ploeg dan, voor een groot stuk toch, dan degene die hier gespeeld heeft. Elk puntje is belangrijk voor hen. Gaat dat ook meespelen nu weer in de match die er donderdag aankomt, denk je, Alessio? Hopelijk, hè, want ze hebben een heel belangrijke wedstrijd op Bournemouth, denk ik, in het weekend. Dus ja, hopelijk toch dat ze een paar jongens die belangrijk voor de ploeg kunnen zijn laten rusten. Of juist dat er een paar jongens zijn met lichte kwaaltjes, waar ze toch geen risico mee gaan nemen. Wat in ons voordeel zou kunnen spelen. Ja. Maar ik denk dat wel is zoals James zegt. We moeten zeker ons daar niet gaan opsluiten in West Ham, want dan gaat het publiek zich daar gewoon helemaal achter zetten. En dan wordt het juist moeilijk. Ik denk dat we daar heel bevrijd gaan moeten voetballen. Heel veel lef tonen. En gewoon laten zien dat we daar echt voor willen gaan. Ja. Ik denk ook dat als Gent goed georganiseerd is centraal, dat ze een beter middenveld hebben dan West Ham. Mm-hmm. Meer intelligent middenveld. Mm-hmm. Die het spel naar ons kan toetrekken. Ja. En dus als zij oplettend zijn, vooral de kleine fouten moeten eruit zijn. Ja. Als Gent geen kleine fouten maakt, hebben ze een grote kans. Ja, dat middenveld van Gent is ook echt heel goed op elkaar ingespeeld. Ja. Hè? Bij West Ham wordt er wellicht al wat vaker gewisseld met verschillende pionnen. En gelijk dat Alessio hopelijk rechts zal spelen,
of weet ik niet, links of rechts. Ja, we weten, dat weten we nog dat niet. En ook de andere vleugelspeler die de ballen diep geven op de kanten voor de speler dat ze diep kunnen gaan. Ja. Dat hebben ze niet te graag. Ja, oké. Okay. Voilà. Wat ik me afvraag, waar zijn jullie nu op dit moment het meest mee bezig in de hoofden? Is dat die Champions Playoffs halen of misschien toch maar die finale kunnen afdwingen, of halve finale afdwingen, stap per stap, halve finale in de Conference League? Nee, voorlopig nu echt wel bezig met die volgende wedstrijd, dus Conference League. En pas als die gedaan is, kijken we verder naar de thuiswedstrijd tegen Oostende. Maar ik denk niet dat we zo mogen gaan rekenen van we gaan meer geld zetten op de wedstrijd in het weekend of zo. Want het is gewoon een fantastische situatie waar we in zitten. We gaan nu op West Ham spelen, thuis 1-1 gedaan. Al bij al geen slechte uitslag. Zeker als we het spelverloop zien, denk ik. Omdat we toch wel het gevoel hadden dat er zelf iets meer in zat. Dus nee, we willen voor die halve finale gaan, omdat dat ook gewoon iets heel speciaals is, denk ik. Ik denk niet dat er veel jongens bij ons in de ploeg kunnen zeggen dat ze al een halve finale hebben gespeeld van een Europese competitie. Niemand, denk ik. Ik weet dat Jens Petter wel de Europa League heeft gewonnen vorig jaar met Frankfurt. Klopt, dus, ja. Maar ja, goed, ik denk tegen West Ham spelen daar, het Olympisch Stadion. Iedereen kijkt er naar uit. Ja. Dus, het is een grote kans. We hebben een expert zitten, hè, want je hebt het zoveel jaar geleden gedaan, 1964. Dat was toen nog niet in het Olympisch Stadion trouwens. Hè? Nee, het was het oud stadion van. Maar ook een schitterend stadion met barske vol, dus ook 50.000 man. 50.000, dus, ja. En wat mij nog herinnert, dat is op een zeker moment had ik een bal diep gekregen. En ik ging op volle snelheid. En die kop heeft enorm veel lawaai gemaakt dat je daar van schrikt. Dus lawaai zal er genoeg zijn. Ja. Hè? Het is juist maar de hoofdjes bij elkaar houden en zeker zijn dat je geen stommiteiten doet. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat Gent een grote kans heeft. Ik heb de wedstrijd gezien van Tottenham-Gent. Dat was ook zo'n wedstrijd. Dat is, maar ik denk dat we nu echt, want West Ham, gelijk dat we ze zien spelen hebben, die de laatste wedstrijd tegen Arsenal zelfs, is afwisselend goed. Nee? Arsenal staat 2-0 voor, dachten verzekers dat ze een karton gingen maken. En dat is weer juist hetgeen dat we daar gezegd hebben. Nee? En hebben een beetje de rol gelost. En die lossen geen rol. Ze blijven tot de laatste seconde lopen. Dus daar moeten ze gewoon van oppassen. En ben ervan overtuigd dat we een schitterend resultaat gaan halen. Maar, als we een schitterend resultaat halen, is het gevaar voor tegen Oostende. Want daar zouden ze misschien allemaal, manier van spreken, een beetje met een dikke nek lopen. En dan gaat het verkeerd gaan. Ja, voetjes op de grond. Daar zal de trainer ons wel. Hopelijk van wel. Ja, absoluut. Donderdag 60.000 mensen in het stadion. In jouw tijd waren dat er dus 50.000. Dat moet wel wat geweest zijn, want we hebben het hier net al over gehad. Alessio heeft al 40 Europese wedstrijden gespeeld. Het is bij wijze van spreken bijna een gewoonte geworden dat AA Gent Europees voetbal speelt. Maar dat was in die tijd helemaal niet het geval. Hè. Jullie waren als bekerwinnaar uitgeloot tegen West Ham. En dat moet wel een avontuur geweest zijn. Hoe was het trouwens om West Ham bij die loting als tegenstander te zien komen? Dat was best een goede ploeg toen met een paar sterren toch ook. Hè? Als je natuurlijk nu weet dat West Ham die competitie gewonnen heeft. Ja, voilà. Hè, hadden wij natuurlijk voor de eerste wedstrijd de topper. En als we dan hinder 1-1 spelen en thuis met moeite 0-1 verloren, die hebben wij dat heel goed gedaan. Hè? Dus het was een schitterend, moet zeggen, ervaring. In die tijd was natuurlijk alles heel speciaal. Hè? Met de boot naar Gent te gaan. Hè? Niet met vliegtuig. Hè? Ja. Dus de voorbereiding is anders. Hè? Je komt daar op een stadion met 50.000 man. Je moet er ook naar kijken. Ondanks dat wij met Gent in die tijd speelden we regelmatig voor 25.000 man. Dat was ook al iets. Hè? Ja. Dus Gingen de supporters mee eigenlijk naar West Ham toe van Gent? Ja. Allemaal met de boot, was dat samen met de spelers? Nee, of? Nee. Ja.
Nee, die waren apart, maar we hadden heel veel supporters mee. Mm-hmm. Heel veel. Mm-hmm. Dat was ongelooflijk goed. Ja. En ik hoop voor Alessio dat je daar een schitterende wedstrijd mag spelen. Ik hoop het ook, ja. Hopelijk een assist geven en een doelpunt scoren. Ja, je vraagt niet veel hoor, James. Ja. Maar alles is mogelijk, alles is mogelijk. Oké, maar ik ben blij dat je zo positief en optimistisch bent. Dat doet ons deugd en dat geeft ons mee vertrouwen, absoluut. Ik heb geen fantastische wedstrijden zien spelen van de jaar. Ook heel slechte wedstrijden. Mm-hmm. Hè? Maar ze zitten in een soort flow dat positief is. Mm-hmm. En als zij die positiviteit kunnen houden, en vooral de mentaliteit van ik wil winnen, zullen ze winnen. Ja. Toen in die tijd, 1964, je hebt het net gezegd, 0-1 thuis verloren, 1-1 op West Ham. Alessio, heb je opgezocht wie scoorde voor Gent op West Ham? Nee, dat heb ik gokje? Niet. James Stormen. Nee. Klopt, absoluut. Hij was de doelpuntenmaker toen. Ja. James, vertel nog eens iets over dat doelpunt. Ook een doorbraak, altijd op snelheid. Want we hadden twee heel, heel snelle spelers, Urbain Segers en ikzelf. Mm-hmm. In die tijd werden we het bestempeld als het snelste duo van België. Ja. En dan heb ik een shot gegeven die afgeweken is. Op een van de andere spelers van West Ham. Een aldoenpunt hebben ze geschreven in, Engeland. Ja? Maar uiteindelijk was wel ik de... Maar was de bal erg afgeweken? Want tegenwoordig is dat zo. Hè? Als de bal echt heel hard van richting verandert, dan maken ze er een ongoal van. Als hij niet afgeweken was, had hij toch binnen. Ja, dan is het goal, hè. Dan is zijn goal. Dan houden we de goal op jouw naam. Hè. Ik hoop dat het ook zo in de geschiedenisboeken staat. Dat het een afgeweken, dus een aldoenpunt is. Ah ja, toch. Ja. Maar goed. In de gazetten. Ik heb nog altijd die... Engels daarom laten liggen. Mm-hmm. We waren ook in die daarbladen, die ik trouwens een keer meegegeven heb, of beter gezegd, die was ik toch wel in als de vedetten daar, met Robert Mailleux. Mm-hmm. Mm-hmm. Wij waren de twee beste spelers van de wedstrijd. Ah, oké. Okay. Jullie hadden ook, als ik me niet vergis tenminste, de Buffalo van de eeuw in jullie ploeg, de doelman. Armand Segers. Met zijn klakken. Ja, met zijn pet. Altijd een klakken aan. Ja. En een fantastische keeper. Maar die was dus een vroegere periode. Hè, want in 1964 was hij al 40 jaar. Ah, oké. Okay. Ja. Dus, ja. Hij heeft vooral de jaren ervoor dan. Maar goed, stond hij toen nog in doel tegen West Ham? Op zijn 40ste. Staan, ja. Oké. Okay. Niet voor niks de Buffalo van de fantastisch eeuw. Fantastisch doelpunt. Ja. Gewoon de hele eeuw meegedraaid. Dus, dat was simpel. Hij heeft de hele eeuw meegedaan. Ook ja, schitterend. Ja, maar wij waren stoere mannen in die tijd. Hè? Ja. Hè? Nu vallen ze gelijk vliegen. En als er aankomt, liggen ze een half uur op lijn. Ja. Dat is iets wat ik een hekel aan heb. Hè? In onze tijd kregen we stampelen aan alle kanten en stonden we recht en liepen we door. Mm-hmm. Nu blijven ze een half uurtje liggen. De tijden zijn veranderd, James. Enorm. Ja. Ja. Maar het voetbal blijft hetzelfde. Hè? Mm-hmm. Het wordt altijd gespeeld met 11. Er is een bal. Er is tactisch. Is er zoveel veranderd? Nee. Ja. Tactisch is nog altijd hetzelfde gebleven. Buiten dat iedereen zijn eigen tactiek heeft. Maar de fysiek is veranderd. Het engagement. Mm-hmm. In onze tijd hadden wij iets meer tijd om alles uit te voeren. Nu krijg je veel minder tijd. Mm-hmm. Buiten deze is alles zelfs. Hè. Ja. Er is inderdaad veel veranderd. Hè. Jij ging met de boot naar Londen. Dat gaat nu niet gebeuren, Alessio. Zo'n Europese trip, hoe beleef jij dat doorgaans? Is dat altijd volgens een soort van routine, zelfde schema? Ja, dat is wel echt altijd hetzelfde eigenlijk. Dat is echt een routine. Meestal is het gewoon de dag op voorhand dat we vertrekken. Vroeg in de ochtend. Eerst op bijt op het oefencomplex. Dan met de bus naar Oostende. Uh-huh. En dan het vliegtuig naar de bestemming. En dan daar is het ook nog gewoon even rusten voor de training in het stadion. De dag voor de wedstrijd dan nog. En dan na die training is nog een recovery meal. Mm-hmm. Slapen en de dag erna. En dan is het matchdag?
dagen na wat matchdag. Wat doen jullie eigenlijk op matchdag nog? Want oké, die matchen zijn uiteraard bijna altijd 's avonds, soms zelfs echt laat 's avonds ook. Ja, daarom. Je hebt nog een hele dag. Het is eigenlijk gewoon echt rusten. En vaak is het laat in de avond. Ik herinner me nog een wedstrijd die we gespeeld hebben in Kiev, tegen Dynamo Kiev, voor de Champions League voorronde. Die match was plaatselijke tijd daar om 10:00 s'avonds. Uh-huh. Dus dan heb je echt een hele dag gewoon eigenlijk rusten, bezighouden. Niet te veel rusten, want dan zit je misschien loom voor 's avonds. Maar je kunt ook niet echt iets doen. Dus een goed evenwicht zoeken tussen rusten en toch bezig blijven. Oefeningen doen. Het lichaam een beetje in beweging houden. En, Was de match in Karabach ook niet om 10:00 s'avonds plaatselijke tijd? Ik denk het wel. Het was ook wel heel laat daar. Daar hebben we ook heel lang moeten wachten eigenlijk op die wedstrijd s'avonds. Er was ook een tijdsverschil daar van 3 of 4 uur, denk ik. En er was gekozen om in het Belgische ritme te blijven, denk ik. Hè? Ja, dat klopt. Is dat lastig? Dat klopt. Uiteindelijk viel dat eigenlijk best nog wel mee. Natuurlijk, daar denk ik dat de mensen een beetje raar opkeken naar ons. Want we stonden dan pas op om 11:00, omdat dan eigenlijk in België pas 8:00 was. We gingen ook pas heel laat slapen. Na middernacht slapen, omdat het dan hier nog maar 10 of 11:00 was. Maar uiteindelijk denk ik wel dat dat ons geholpen heeft om, eens dat we terugkwamen dan in het weekend, sneller die klik terug te kunnen maken, daar geen last was van het tijdverschil. Dus dat heeft ons denk ik wel geholpen, Wat doet Alessio Castromontes tijdens een 6 uur durende vlucht naar Baku in Azerbeidzjan op het vliegtuig? Vooral serie kijken. We spelen soms ook met de kaarten. Er is ook een nieuw spelletje in het team, of dan? Dat doen we ook. Dat is dan vooral op de iPad, hè, tegenwoordig. Is dat een soort mens erger je niet? Het is een soort mens erger je niet, iets ingewikkelder wel. Allee, of iets uitgebreider, zal ik maar zeggen. Uh-huh. En dat wordt er nu veel gespeeld. Vooral door ons dan op de iPad, maar er zijn er nu ook... Er is ook een bordspel ondertussen, zag ik. Er zijn er nu ook die het bordspel hebben genomen en dan zo de uitgebreidere regels zelf toepassen op het bordspel. Ja, ja. Dus om wat meer die ervaring te hebben van... Ja. Wie zijn de meest fanatieke spelers? Ik denk Tarek Tisoudali, Nourio, Jens Petter en Andrew is toch wel... zijn ook degene die nu met het bordspel spelen. Uh-huh. Dus Ja, voilà, zo blijven we bezig. We hebben hier ook een soort van, een spel kan ik het niet echt noemen, maar het staat hier voor onze neus, onze wortelbak. Heb je er al van gehoord van onze wortelbak, nee. James? Nee, oké, ik denk Alessio wel. Ik stel voor, terwijl ik het even aan James uitleg, Alessio, dat jij er ondertussen een wortel uitkiest. Het is eigenlijk letterlijk een bak vol wortels en wortelen. Als Gentenaar moet jij dat kennen. Hè? Dat gaat dan over de ergernissen die leven bij de supporters. En elke aflevering kiezen we een van die klachten eruit. En daar hebben we het dan even over. Dus Alessio, aan jou de eer om het papiertje... eraf te wikkelen en even voor te lezen waarover we het zo meteen moeten hebben. Voilà. Ja, het wortelen, dat ken ik ook al ondertussen. Voilà. Dat heb ik ook al vaak gehoord. Dus er staat iets op, lees het gerust even voor. Ja. De verdediging gaat kinderlijk in de fout, maar met ballen jongens en meisjes die een opleiding gekregen hebben, zal het nooit voorvallen dat die speler van West Ham zo snel kan ingooien. Oké, dat gaat dus over het inderdaad tegendoelpunt afgelopen donderdag, waarbij in eerste instantie die befaamde handshake tussen jou en Piatkowski, jij was erbij betrokken, dus Alessio, je bent de meest geschikte man om er meteen op te reageren. En de bal kwam inderdaad snel terug in het spel. Maar ik laat jou eerst even aan het woord over die bewuste fase. Ja, hoe ik de fase dus eigenlijk heb beleefd, het was ik zelf die de bal heb... buiten gewerkt. Uh-huh. En ik dacht ook wel nog dat er veel tijd was, maar zoals we nu allemaal weten, tegen ploegen zoals West Ham bestaat die tijd niet. En het was eigenlijk eerder wel dat een moment van coaching was tussen mij en Piatkowski. Uh-huh. Dus daar gebeurde die befaamde handshake dan. Ja. En uiteindelijk draaien we ons om en ging het zo snel. Was de bal er al in. Ja. Dus ja. De trainer zei ook in de helft nog van, het is een
kinderlijke manier waarop we die goal weggeven van de handshake. En ik voelde me al aangesproken. Maar hij sprak me dan de dag erna aan dat hij zelf nog niet op de handshake van mij en Camille hadden. Maar dat ook nog, ik weet nu niet precies wie exact, maar iemand anders in de verdediging ook een handshake gaf. En dan hebben we de beelden nog eens bekeken dat op het moment eigenlijk heel de verdediging gewoon aan het slapen was, zo moeten we het zeggen. Dus als ik het zo hoor, ga jij niet meteen zeggen, ja, maar die bal werd te snel door het ballenmeisje in kwestie aan de speler gegeven. Oké, had misschien een halve seconde of een seconde. Ja, we hebben natuurlijk de beelden ook gezien en het is wel zo dat de bal snel wordt ingeworpen, maar ik denk niet dat dat de echte oorzaak was van het doelpunt. Kan ook wel geloven, de ballenjongens of de ballenmeisjes hier zijn meestal jonge kinderen. Zeker in zo'n wedstrijd. Allee, die voelen die adrenaline ook, die spanning. Ja. Vol Gilamco. Ja. En de speler van West Ham heeft ongetwijfeld ook signaal gegeven. Gooi mij de bal. Ja. En wat doe je dan? Dan is dat denk ik eerder een reflex. Zoals gezegd, een sportieve reflex. Zoals ik zeg, met die adrenaline en die druk gewoon. Door die bal snel te gooien. Ja. En bovendien ook niet onbelangrijk om te zeggen, de club steekt wel degelijk veel werk, energie in de opleiding van ballenmeisjes en ballenjongens. En fair play is ook een basisvoorwaarde bij die opleiding. Dus dat hoort er nu eenmaal bij. Dat wordt ook nauwgezet bekeken door UEFA, door de Pro League. Dat wordt ook opgenomen in matchverslagen. Dus ja, de opleiding bestaat nu eenmaal niet uit zeggen, jongens, hou de bal maar bij of gooi hem in de gracht op bepaalde momenten wanneer het goed komt, dus goed uitkomt. Dus zo gaat het niet. Dus ik denk, tenzij James jij er anders over denkt, dat we hier niet moeten al te veel de ballenjongen of ballenmeisje hekelen. Die fase is gewoon weg, onoplettendheid van de verdedigers. Ja. Omdat die speler heel alleen staat. Mm-hmm. En hij staat ervoor. Mm-hmm. Dekking van achter moet altijd kort op de man. Ja. Als die kort op de man is, van achter gebeurt het niet. Ja, maar zo hebben we het ook geanalyseerd. En ik denk dat voor iedereen in de verdediging, ook voor mij persoonlijk, gewoon een heel goede les was. En zeker iets dat niet meer zal gebeuren. Omdat je nu gewoon gewaarschuwd bent. En je weet, tegen zo'n ploegen kan het zo snel gaan. Ja. En ik zeg het, de ballenjongens of ballenmeisjes treffen daar niet veel schuld. Ik zag dat er gisteren geen waren op KV Mechelen. Gebeurt dat nog vaker of is jou dat zelfs niet opgevallen? Dat is mezelf niet opgevallen, nee. Er lagen langs de zijlijnen, lagen er overal een x-aantal ballen klaar. Maar als de bal bijvoorbeeld in de tribune belanden of zo, moest je zelf gewoon die bal gaan oprapen. Ja. Dat was mij eigenlijk ook nog niet opgevallen. Maar zoals je het zegt, sta ik er wel bij stil, maar... Ja, het is ook wel zoals je zegt, van die fair play, sportiviteit en zo. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar nog een goed voorbeeld dat we in PAOK hebben gespeeld. Mm-hmm. Daar heb ik me ook nog opgejaagd in de ballenjongen, want elke keer als ik de bal wou hebben, gooide hem gewoon de tribune in en zei hem, ga hem maar halen. Echt? Of gooide hem iets te hard terug. Ja. Dus van die dingen. Dus dan denk ik wel dat die... Die sportiviteit en zo. In Griekenland kan ik er wel iets bij voorstellen. Dat daar Griekenland, PAOK, andere opleidingen ook, gegeven worden. In Omonia, Nicosia, daar was het ook wel... Ja, daar was het ook heftig. Hè? Van alle Europese heftig. Verplaatsingen, nu we het daar toch over hebben, was dat qua sfeer toch zeer impressionant. Hè? Het stadion, denk 17.000 toeschouwers ongeveer, maar lawaai voor het viervoudigen of zo. Ja, zeker. En ik zeg het, iedereen leeft daar ook zo... mee met de voetbal. Mm-hmm. Zoals ik zeg, zelf die ballenjongens zijn dan echt zo fanatiek eigenlijk. Daarom in het PAOK was exact hetzelfde. Ook niet... Allee, er waren dan wel meer. Ik denk een kleine 30.000 of zo in PAOK. Ik ben niet meer zeker. Maar daar was het ook van hetzelfde. Yeah. En dat is natuurlijk ook wel fijn om in te spelen in zo van die heksenketels. Maar het vergemakkelijkt natuurlijk niet. Absoluut niet. Ballen jongens of meisjes, James, ik neem aan in jouw tijd dat die er nog niet waren. Dat kennen we niet. We moesten onze bal zelf gaan halen. Ja, maar zou er ook plaats voor geweest zijn in het Otto-stadion bijvoorbeeld? Want als dat volgepakt was, zaten de mensen bijna tot op het veld, denk ik. We hebben matchen gespeeld met de stoelen aan de lijn. Ja? Dat we moesten vragen, als we corner gaven... Alsjeblieft, wil een beetje opschuiven, want we hadden geen plaats voor onze corner te geven. Ja. En ballenjongens, dat hebben we niet gekend. Nee. We moesten soms op een terrein, gelijk Diest of gelijk de Nijzel, moesten we zelf achter onze bal gaan lopen om hem te krijgen. Dus
Die jongens zijn allemaal bedorven, hè? Eigenlijk wel, hè. Eigenlijk wel. Ja, absoluut. Hoe lang heb jij uiteindelijk bij Gent gespeeld? Ik heb in de totaliteit 7 jaar bij Gent gespeeld. Mm-hmm. En hoe was je bij de club terechtgekomen als jonge kerel? Want op je 16e al gedeputeerd en daarvoor ook. Ja, ik moet zeggen, ik was, ik denk 12 jaar of 12, 13 jaar. En we speelden altijd op het Jannie Joensplein wat voetbal. En ik had een vriend, Robert de Maarschalk. Die dus tegen mij zegt, zaterdag ga ik me laten aansluiten in Gent. Mm-hmm. Maar mijn vader, mijn stiefvader, die was supporter van Racing Gent. Mm-hmm. En ik ging af en toe naar Racing Gent kijken. Dus ik had hem gezegd, kijk, ik kan dat ook doen. Maar ik ging naar Racing Gent. En hij ging naar A-Gent. En we zaten op een tram. En de tram bleef maar rijden. En wij hadden een discussie. En we stopten je en we waren aan Melle. En hij ging naar A-Gent en ik ging mee. Ah ja, dus het is eigenlijk puur toeval dan. Ja. En ben op A-Gent gekomen. En dat was een hele historie. Dus we waren nog in de Melle. Mm-hmm. En er waren 3 terreinen. We lieten ons aansluiten. En we mochten spelen op dat 3e terrein. En daar was een hele bende. Dus het eerste terrein waren ze met 11 tegen 11. Het tweede terrein ook. En derde was er een man of 30. En we speelden daar. Ik was 10 minuten bezig. En het kwam dan een meneer mijn hoedje op, mijn sigaar. Huh? Ventje, ga een keer naar een ander terrein. En dat was meneer Voogd. Dus ik mocht naar dat andere terrein gaan. En achter een half uurtje moest ik naar het eerste terrein gaan. Huh? En dat was telkens goed nieuws, denk ik, als ik mee ben. En na de training, die mocht ik de woensdag terugkomen. Ja. Ja. En zo ben ik een paar weken nadien in de eerste ploeg van de kadetten gegaan. Ja. En dat allemaal door eigenlijk dus aan de verkeerde tramhalte af te stappen. Ja. En de eerste wedstrijd was de scholier, de kadetten van A-Gent tegen de kadetten van Racing Gent als voorwedstrijd van A-Gent Racing Gent. Okay. En ze zei tegen mij dat ik mocht komen. Maar dat ik niet ging spelen. Dus ik was op tijd. We moesten daar om 12 uur zijn. Ik was daar stipt om 12 uur. En 1 speler kwam 1 minuut te laat. En Maurice van Overmeer was de trainer. En die zegt, jij zit laat. Jij mag niet spelen. Stormen speelt. Ja, voilà. En we speelden tegen Racing Gent. Ik scoorde een goal. En ben altijd blijven staan. We hebben kampioen met de kadetten gespeeld. Het jaar nadien ben ik naar de scholieren gegaan. Ja. En dat is een heel verhaal. Ja. Bij de scholieren, ik speelde kampioen bij de kadetten. En ik speelde met heel grote mensen, ik was de kleinste. En we gaan naar de scholieren. En ik kwam niet in de provinciale scholieren. Ik speel niet in de scholieren B. Ik moest in de scholieren C spelen. Mm-hmm. Heel seizoen. Op een zeker moment heb ik zelf in de goal gestaan. En op het einde van het jaar speelt de scholier provinciaal. Die gaan de kampioen spelen en die mogen de eindronde van België spelen. En op een zeker moment, die zegt mijn vader, kom, we gaan een keer kijken naar de scholieren. We gaan naar Alst. Dat was Dering, Brussel tegen A-Gent. Uh-huh. Enfin, La Gantoise in de tijd. Ja. Ja. Op Alst. En in die tijd mocht je geen vervangingen doen. Ah, nee? Nee. Dus bij 11, als er een gekwetst was, was je met 10. Ah, bon. En we staan aan het terrein en ze doen de opwarming. En Hilaire Vermeulen kwetst hem op de opwarming. En een trainer die is aan het kijken, hey, stormen, hij gaat schoenen mee. Nee, kom. Ja. En daar moest ik mijn schoenen gaan halen, aandoen. En mocht ik meespelen tegen Dering Brussel. En we winnen met 3-0 en ik maak 3 goals. Ik heb er niet meer uit geweest. Toeval heeft ook wel een bepaalde rol gespeeld, hè? Ja, toeval. Ja. Ik zeg het, heel mijn carrière is toeval. Ja. Verder spelen, kampioen van België geworden met de scholier. Mm-hmm. Mogen direct meespelen met de juniors. Mm-hmm. Dus wij zijn kampioen van België. En de juniors speelden halve finale van het kampioenschap van België op Eeklo tegen Brugge. Mm-hmm.
Mm-hmm. En ik mocht meedoen met de junioren. En daar word ik geselectioneerd voor de nationale ploeg van de junioren. En 2 weken nadien spelen we in Gent. We winnen met 5-4. De eerste term 5-4. En ze hadden mij van de term eruit. En moest ik met de eerste ploeg gaan trainen. Ja, voilà. En zo viel alles eigenlijk wel in elkaar. Ja. Ja, ja. En mijn verdere carrière is juist hetzelfde. Ja. En ja, het is wel toeval, maar schoon toeval. Want het is altijd, ja, het is altijd goed uitgedraaid dan uiteindelijk. Hè? Ja. Ja. Speel je dan met de eerste ploeg van Gent. En ik werd geselectioneerd voor de nationale ploeg. Mm-hmm. En ik had mijn maat bij de nationale ploeg was Roger Klaassen. De illustere spits van Standaar geweest. Standaar. Ja, ja, ja. En op een zeker moment bel Roger mij. En dan zegt James, ik had, op dat moment had ik een liefje in Spanje. Ja. En Roger bel mij en zegt, James, volgende week woensdag speel je tegen de nationale ploeg van Spanje. Mm-hmm. In Madrid. Standaar dus, hè? Ja. Standaar speelde toen tegen, ja, de nationale ploeg van Spanje een oefenmatch. Ja. Paasen is gekwetst, uh-huh, en we hebben geen linksbuiten. Zou je niet meespelen met ons? Nee, maar je was toch speler van Gent? Ja. Ja? Ik zeg, Roger, als je dat kan flikken, ga ik natuurlijk mee, hè, want we wilden ons liefje zien. Hè? Ja. Ja. Ah, Klaassen had er ook een vriendinnetje of zo, of hij dacht, ja, er daarin te vinden. We waren daar samen met ons vrienden. Ja. En ja, ik kreeg een telefoontje van Roger Petit. Ik zeg ja. En ik moest dat vragen aan onze voorzitter. Ja, dat lijkt me logisch. Ja. En ik ging bij de voorzitter. Ik zeg, meneer Oster, ik mag woensdag meespelen met Standaar. Ik wil mijn liefje gaan zien. Uh-huh. Tot jij niet meespeelt, zegt hij. Tot jij hier blijft. Huh. Ik zei, wat hè? En we hebben ruzie gemaakt. Ik heb mijn schoen naar zijn hoofd gespeeld. Ja. Dat ga ik toch niet proberen als ik hier een transfer wil afdwingen. Dat is niet de beste manier. Dat was zo. Dus Rob Bernouts, ja, toekomstige voorzitter achteraf. Kom bij mij, James, kom weer. Ik zou nu, dan mijn kloot. Nou, dat heb zijn hens gezet. Ik zou dat ik niet meer spelen. Voilà, ik speel niet meer. Uh-huh. Zo zei ik. Oh, nee. En toen zei Nouts tegen mij, als je goed speelt tegen Sarkelbrugge zondag, die mocht je meegaan van mij. Oké. Okay. En tegen Sarkelbrugge scoorde de winningsgoal. En ik mocht meegaan. Ja. En mijn Standaar, al internationals. Ik met Standaar mee, dat was ongelooflijk. En dan heb je dus tegen Spanje meegespeeld in die oefenwedstrijd direct, met Standaar. Direct met Standaar. Dat is ook de kiem geweest, om het zo Gento te zeggen. Gento speelde je mee, ik weet niet of dat kent. Gento, Gento, ja. Was, ik wel nog, Alessio alweer. Nee, net niet, denk ik. De beste linksbuiten van de wereld, ja. Gento. Ja. En die oefenmatch is dan ook eigenlijk de aanleiding of de kiem geweest voor je transfer naar Standaar, want je bent dan definitief vertrokken dus naar Standaar. Ja. We hebben 2-1 verloren. Roger scoort op centrum van mij. En na de wedstrijd zijn we dus uitgegaan met ons liefjes. Maar ik was er niet scheel, want het was van Gent. Hè. Ja. En om 5:00 s'morgens gingen we naar het hotel. En wie zat er aan de deur? Pavik. De trainer. Zat aan de deur te wachten tot wanneer dan wij daar waren. Ja. En was kwaad. En, ja, goed. Maar ik kon dat niet schelen. Ja, was een Gent-speler, dus dat maakte niet uit. En zanderdags vertrekken we met het vliegtuig. En tijdens de vlucht komt Pavik naast mij zitten. En zegt hij, wil de volgend jaar bij ons spelen. Aha, toch. Ik zeg, ja, hoi. Ik zeg, ik altijd maar wie, hè. Ik ken nu nog niet zo goed Frans. En nog 1 wedstrijd hebben we gespeeld met Gent tegen Standaar. Mm-hmm. En de eerste dag van transfers, die was Standaar waar. En heb ik... Het was in orde. Ja. Ja, dus die boosheid is dan toch vrij snel gaan liggen van de toenmalige trainer als ze er jou bij wilden. Ja, ja, ja. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Het is trouwens ook iets wat jullie gemeenschappelijk hebben, hè. Standaar Luik. Alessio, je hebt daar ook gespeeld.
In de, ja, jeugd. De jeugd? Ja, de jeugd. Mijn jonge jeugdjaren nog, van mijn 7e tot mijn 14e. Dat is best wel lang eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het grootste deel van mijn opleiding toch in Standaard gehad. Dus ja, het was ook niet zo ver van Sint-Truiden. En van Standaard, als ik het goed heb, ben je vertrokken naar Anderlecht? Ja, dat klopt. Ja, op mijn 14e ben ik daar naar Anderlecht gegaan. In de jeugd nog gespeeld? In de jeugd. Ook 4 jaar. Mm-hmm. En dan naar de reserve van Sint-Truiden verkast. Dan naar Eupen en uiteindelijk al 4 jaar hier in Gent. Ja, oké. Okay. Eupen, daar wil ik het ook nog wel even over hebben, want jij hebt daar nog Claude Makelele als trainer gehad. Als je het dan toch hebt over grote namen, dit is een recentere, ja, je hebt het over Gento, maar Makelele, ja, ex-Real Madrid, zeer grote naam. Hoe was dat om zo iemand als coach te hebben? Ja, dat was wel speciaal eigenlijk. Zeker omdat ik hem... ik kende hem wel, maar ik heb hem ook nooit echt bewust meegemaakt als speler. Mm-hmm. Dus ja, natuurlijk ik ken hem van naam en zo, maar ja, het is niet dat ik hem echt bewust heb meegemaakt als speler. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk wel overal waar we kwamen, beseften we wel van wat een grote wereldster het was. En om met hem zo samen te werken was wel ja, een heel mooie ervaring. Maar het gaat nu, allez, ik ga nu niet vertellen dat mijn... dat ik er het meest van heb bijgeleerd of zo. Snap je? Ik denk dat hem ook niet met zijn volle goesting in Eupen zat. Oh, dat ging ik net vragen, want zo iemand die dan inderdaad jaren bij Real Madrid gezeten heeft enzovoort, en die komt dan in Eupen terecht. Ja, via de Aspire Academy van Qatar. Ik weet ook niet goed hoe het is gekomen. Voor ons was het ook echt een hele verrassing als we hoorden van de trainer is ontslaan. We hebben al een nieuwe, Claude Makelele. Ja, hoezo? Maar ja, ik zeg het, het was wel heel, heel speciaal voor ons. Ja. Ik heb ook altijd met grote spelers maar gespeeld. In het begin was dat Maurice Willems, Richard Orlans, Armand Segers, Norbert van Uffel. En dat waren allemaal de vedetten van vroeger. Daarna, die hebben bij Standaard Nicolai, Spronk, Pilot. Klaassen, Semling, hè, dat waren allemaal grote verdetten. Hè? Ja, ja, absoluut. Met Standaard heb jij daarna, net als je bij Gent gedaan had, ook nog eens de beker van België gewonnen. Ja. Ook nog Europees gespeeld met Standaard, onder meer op Liverpool. En dat moet je dan nog eens vertellen, beste James, want je hebt er gescoord op Liverpool en ook daar zijn er weer niet al te veel die dat kunnen vertellen, denk ik. En het was een speciale goal, blijkbaar. Ja, het is... iets wat mij altijd zal bijblijven. We waren dus ingedrukt. En Nomovic, de gouden schoen van die tijd van Joegoslavië, van Kroatië beter gezegd, die ontzette. En een heel lange bal. En ik was aan het lopen en ik pakte die bal mee met mijn hiel. Die ging over iets, over zijn hoofd. Een man van 2 meter lang. Dus ik nam hem. Laurens zie ik nog altijd afkomen. Dat was een bak. Ik schakelde hem uit en ik stond voor de keeper. Uh-huh. En op dat ogenblik was er heel veel lawaai van de kop. En heb ik eigenlijk niks meer gezien. Dus schijnbaar had ik een schijnbeweging gedaan. Dat de keeper zomaar opzij ging. En ben ik met de bal in de goal beland. Maar dat weet je zelf niet meer dan... Ik weet het niet meer. Dat was wel bijzonder, door, toch? Door het lawaai... Ja? Van de kop was ik volledig de kluts kwijt. Ja. Maar er zijn beelden van, blijkbaar, hè, van dat doelpunt. Er zouden moeten beelden zijn. Ja, dat moeten we dan maar eens opzoeken. Maar ik heb het nooit gekregen. Ja. Ja. Dat was schitterend. Daarna, en gevierd voor de kop van Liverpool dan. En dat was de eerste getelevisieerde wedstrijd in Europa. Ah, ja. En ik heb dan naast de paal van de goal... De armen naar omhoog. Gelijk dat ik een werelddoelpunt gescoord had. Dat had ik zelfs niet gezien. Ja. Maar zoals je het beschrijft, moet het ook wel een soort van wereldgoal geweest zijn. Want je spreekt daar met de bal, met de hak over de verdediger gelift. Dat doet mij al denken aan dat verhaal van Rick Koppes, die ooit eens zo scoorde met de hak. Daar is een foto van, maar ook weer geen bewegend beeld. Dat is wel het mooie aan, het aan dat soort verhalen. Het was heel speciaal. Ja. Heel speciaal. Ik zeg het, de pers in Engeland was schitterend over mij. James Bond stormen, better than Callaghan. In die tijd... gaven ze gemakkelijk een bijnaam. Hè? Ja. Een James Bond van het voetbal. Ja. Roger Klaas was de James Dean van het voetbal. Want het was een hele schone gast. Ja. En wij hadden succes.
Het was geestig. Ja, heb jij een bijnaam eigenlijk? Vraag ik mij nu af, Alessio. Nee, toch niet zo'n bijnaam. Hè. Nee. Ja. Het is nog iets op vinden, denk ik. Ja. Castromontes is trouwens niet zomaar een gewone Vlaamse naam. Hè. Ja, dat klopt. Hè. Dat heb ik aan klinkt papa Spaans, te danken. Dat is ook Spaans, ja. Neem ik aan. Ja, papa is afkomstig uit Spanje. Ja. Hier geboren in België, als enigste eigenlijk van zijn broers en zussen. Dus, ja... Heb je dan nog altijd iets met Spanje? Of gaan jullie daar vaak op vakantie of familie nog gaan bezoeken? Ofzo? Ja, of? Ik heb sowieso nog wel iets met Spanje. Maar het is niet dat ik echt nabije familie heb of zo. Ja, spreek Spaans. Ik spreek wel een beetje Spaans, maar nog niet goed genoeg eigenlijk. Il tiempo tiene una novia española. Ja, voilà. Ja, hij zal het wel weten. Hè. Ja. Ja, jij heeft nog een lief gehad in Madrid, hij zegt blijkbaar. Het, hij zegt het. Ja. Nee, in Zaragoza. In Zaragoza? Ja. Ah, oké. Okay. Maar maar genoeg Spaans om in La Liga misschien ooit te gaan voetballen. Zou dat een competitie zijn waar je ooit nog graag eens zou willen belanden? Ja, dat zou ik zeker graag doen. Ik denk ook wel dat dat de droom is van mijn vader, om ooit in La Liga te spelen. Ja. Hij gaat natuurlijk ook nog wel vaak naar Spanje, echt dan op familiebezoek. Maar ik ben er alleen nog maar op vakantie geweest. Echt. Mijn broer is wel al op familiebezoek geweest. Maar mijn 2 of 3 weken vakantie die ik heb op het einde van het seizoen, besteed ik liever ergens anders dan op familiebezoek te gaan. Ja. Je vader zit dus niet zo hard te hopen op een contractverlenging in Gent. Die wil jou eerder in Spanje zien. Nee, ik denk... hij zou het natuurlijk heel graag willen. Maar ik denk dat hij heel tevreden is van de club hier. En... van mij hier in de club. Dus ik denk, hij komt ook elke wedstrijd kijken. Dus hij is heel tevreden hier, denk ik. Ja. Is hij zelf nog scout? Dat heb ik mij laten vertellen. Hij was scout, ja. Hij was vroeger scout. Hij heeft een periode, het WK in 2014, geloof ik dat was. Het WK in Brazilië. Is hij scout geweest van de nationale ploeg. Mm-hmm. Het analyseren van... De tegenstanders en de mogelijke tegenstanders. Dus dat was een heel mooie ervaring. Mm-hmm. Dan heeft hij nog daarna een paar jaar, denk ik, scout geweest van de nationale ploeg. En eigenlijk ook heel lang in standaard jeugdscout geweest. Maar daar is hij ondertussen wel mee gestopt. Ja. Komt hij ook naar alle uitwedstrijden? Of? Als het aan de kant is van... dichter bij Limburg dan wel, ja. Zoals nu op Mechelen, is ook nog niet te ver van Limburg. Dan komt hij wel kijken, maar voor de rest komt hij meestal gewoon de thuiswedstrijden zien. Of dan volgt hij het sowieso wel op tv. Ja. Misschien kan hij carpoolen met de ouders van Julien de Saar, want die komen altijd, ook op uitwedstrijden. We hebben trouwens, zonder dat je het weet, Alessio, is gepost bij Julien naar een aantal dingen over jou, om jou eens te beschrijven als persoon, als mens en ook als voetballer. We zullen misschien beginnen met dat eerste. Julien zei, Alessio is iemand met veel humor, veel interesses in andere dingen, maar ook in andere mensen. Kun je daarbij aansluiten bij dat beeld? Ja, ik kan me daar zeker aansluiten. Ja. Met humor natuurlijk. Met Julien, Laurent, Paul nu ook. Mm. Dat is wel een groepje waar we veel mee lachen op de voetbal. Mm. Dus het zal daarvan zijn. En voor de rest, andere interesses, andere mensen. Ik heb ook, denk zoals iedereen ondertussen al weet, speel ik graag golf. Ja. Ik interesseer me ook in het wielrennen. Als Vlaming, hè. En in andere mensen, ik denk gewoon puur uit het interesse, dat eigenlijk zo'n beetje. Mm-hmm. Je bent naar Parijs-Roubaix gaan kijken, hè, ter plaatse. Ja, inderdaad. Ik ben ook toen ik jong was met mijn vader, ben ik wel al zo eens naar de Tour de France geweest of zo, maar eigenlijk nooit echt bewust meegemaakt. Alleen verre herinneringen van. En... eenzelfde moment, dit weekend, vorig weekend, als we dan tegen Union speelden op zaterdag. En zondag was Parijs-Roubaix. Dus dacht ik, ik zag mijn kans gewoon om te gaan kijken. Carrefour de Larbre geweest, eigenlijk, juist waar Wout van Aert is lek gereden. Ai, ja. Ja, dus, maar het was een ongelooflijke ervaring, zeker voor herhaling vatbaar. Ja. Ik zie James zich al goed zetten in de zetel, je wil erop inpikken. Wat ik fantastisch vind, ik volg wielrennen dus ook. Golf ook. Hè. Maar wielrennen, dus die jongens die doen fantastische efforts. En als je dan ziet, en dat frustreert mij een beetje in het voetbal. Mm-hmm. Als je dan ziet dat ze aan 40 km per uur
tegen elkaar rijden, op de grond vallen, rechts staan en terug verder rijden. Dan heb ik een hekel aan spelers die een tikje krijgen, die nog geen tik is. En daar liggen Kaïti gelijk. Ik weet niet wat, dat is voor mij niet haalbaar. Ja, ik moet ook wel zeggen, ik echt op dat moment ook wel heel veel respect gekregen voor die wielrenners. Allee, nog meer dan ervoor gewoon. Zeker zo iemand zoals Degenkolb, die 100 meter verder was gevallen eigenlijk. En die kwam voorbij ons en echt, die ging niet meer vooruit op die kasseien. Heel onder het stof. Echt wel, heel veel respect voor zo'n mannen. Zoals hij zegt, van tegen 40 km per uur op die kasseien dan nog tegen de grond gaan. En gewoon terug de fiets op, fiets kapot en wachten op een ander en gewoon verder. Ja. Ja. Ik heb dus ook de kans gehad om dus sponsor te zijn van wielerploeg. En wij hebben dus in onze tijd, in de jaren 70, 80, hebben wij dus de Ronde van Frankrijk gereden. Hebben wij de hele trui gehad met Herman van Springel. Ja, kijk. Ja. En dat was dus Marc Seep Centrale. Ja. Dat was Marc Seep Centrale. En mijn firma, wij lagen... Marc de Wind is een heel goede vriend van mij. En we hadden dus die ploeg met als beginling van... manager Patrick Lefevre. Mm-hmm. Want die was dus boekhouder in de firma van Marc. Ja. En zo zijn wij dus een paar jaar de sponsor geweest van de ploeg die ook deelnam aan de Ronde van Frankrijk. Ja, want jij bent naast voetballer en trainer ook uiteraard jarenlang zakenman geweest, James, voor alle duidelijkheid. Ik kom nog even terug op Julien de Saar en wat hij verder over jou nog gezegd heeft als voetballer. Ik lees het even voor. Multitasker, underrated, ondergewaardeerd en technisch heel sterk. Vooral dat tweede boeit me eigenlijk wel. Ondergewaardeerd, is dat iets wat je zelf zo aanvoelt? Of? Ja, niet per se misschien. Maar ik denk ook gewoon dat het eerder met de positie te maken heeft. Mm-hmm. Het is denk ik ook normaal dat er meer over een spits gepraat wordt. Of met middenvelder met heel goede statistieken dan eigenlijk een flankverdediger. Terwijl misschien echt puur op positie de flankverdediger het beter doet bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets. Dus ik denk eerder dat ondergewaardeerd dat meer met positie te maken heeft. Ja. En het is niet zoiets waar ik echt wel voel van, ik voel me echt ondergewaardeerd in deze club. Of, Dat denk ik inderdaad ook wel, want je bent bijvoorbeeld in 2021 verkozen geweest tot de speler van het seizoen door de supporters. Wat best wel een mooie eer is, denk ik. Zeker. Daarom, ik zeg zeker in deze club heb ik niet het gevoel dat ik ondergewaardeerd word. Ook niet het perspectief van de mensen in België. Ik vermoed dat het inderdaad gaat over het feit van op die positie wat je allemaal moet doen in dat systeem. Aanvallen, verdedigen, de twee tegelijk. Dus je moet er ook een serieuze motor voor hebben. Hè. Ja, dat wel. Ja. En ik denk dat eerder Julien bedoelt ook gewoon dat het zoiets is van er wordt misschien niet zo vaak over geschreven of zo, terwijl het wel heel belangrijk is voor de ploeg. Ja. Ja. Wat wil jij met Gent nog bereiken? Het is nu makkelijk om te zeggen, maar een halve finale van... Dat is heel kort bij natuurlijk. Een Europese competitie en ook die play-off 1, want ik heb in mijn 4 jaar in Gent nog geen enkel jaar play-off 1 gespeeld. Ja, daar zeg je. Mijn eerste jaar. Ik heb nog niet bij stilgestaan. Mijn eerste jaar zijn we tweede geëindigd, maar dan was de coronaperiode. Mm-hmm. Dus hebben we nooit play-offs gespeeld. Mm-hmm. En sindsdien is het 2 jaar play-off 2. Mm-hmm. Of de Euro play-offs de laatste jaren. En dit seizoen hopelijk de Champions play-off. Ja. Moeten we wel zeggen dat Gent veel te danken heeft en veel respect voor voorzitter De Wit en Louazie. Michel Louazie, die Gent van toch een bepaalde afgrond naar een hoogtepunt hebben gebracht die we nu kennen. En hopelijk voor hen, die komt nog eventueel een Europese titel erbij. Wie weet. Ja, jij droomt groot, James, dat heb ik al begrepen. We moeten maar, dat doen, er is wel iets van natuurlijk, want stel je overleeft de match tegen West Ham en je gaat inderdaad naar die halve finale, dan tref je AZ of Anderlecht en uiteraard met alle respect voor die ploegen, maar onmogelijk is dat niet dan natuurlijk. Ik denk niet dat je tegen Barcelona uitkomt. Als we kunnen slagen om West Ham te kloppen, dat we ook wel gewoon de beste ploeg in de competitie op dit moment
heb ik kunnen uitschakelen. Dus, ja. En dan kun je inderdaad zomaar in die finale geraken. En dat zou natuurlijk formidabel zijn, want hoe lang is dat geleden? Dat weet ik niet, James. Misschien wel, maar... kampioen heb ik nog nooit geweest. Maar voor de uitstraling van de club zou dat fantastisch zijn. Mm-hmm. En tegelijkertijd een beloning voor het bestuur die gedurende al die jaren toch iets neergezet heeft die toch ongelooflijk is. Ja. Je hebt ook een verleden met deze club. Hè. Je bent er vrij lang speler geweest. Je bent ook trainer geweest. Ik wil het wel nog eens over jouw trainerschap hebben. Je bent trouwens gestopt op je 33ste al met voetbal. Vrij jong? Het feit is dat ik in de zakenwereld zat. Ja. Want jij bent inderdaad nooit echt fulltime prof geweest. Hè? Je hebt heel je carrière altijd gewerkt en gevoetbald tegelijk. Ook dat is iets wat we ons nu niet meer kunnen voorstellen, maar toch. Ik was wel profspeler onder contract, maar ik werd constant. Mm-hmm. Na training, voor training. Constant hebben wij dus ons zaken gedaan. Mm-hmm. En blijkbaar ging dat met de nodige gevolgen van. Want sportief kon je niet altijd 100% zijn. Maar voor mij was belangrijker de zaken, hè, waar dus meer geld verdiende dan gewoon dan met het voetbal. Als voetballer. Ja. Ondanks dat we in die tijd al heel goed betaald waren. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar zaken doen was heel wat anders. En dus ook maar voetbal is kort een tijd. En nu kunnen ze voor heel hun leven geld maken, wat niet in onze tijd was. Ja. Als trainer heb je ook... ja, een zekere naam gemaakt. Daar zijn ook bepaalde verhalen weer die daaraan vastzitten, James. Je hebt het vast wel al vroeger vaak moeten uitleggen over bijvoorbeeld die befaamde tennisstoel. Jij zat op een stoel zoals de umpire in een tennis, zat jij naast het veld. Dus stel je maar eens voor, Alessio, dat Hein van Hazenbroek op een soort van umpire stoel zit naast de dugout en van daaruit alles te overzien. Wel, deze man heeft dat dus gedaan. Daar wil ik nu wel het verhaal achter horen. Ja. Wel, dat is heel eenvoudig. Eerst en vooral, ik had een voetbalmicrobe. Dus voetbal is een heel groot gedeelte van mijn leven. En als trainer, toevalstrainer, die keek ik naar een wedstrijd. En als je op de bank zit, zie je juist maar het volgen van een bal. En dat vond ik dus waardeloos. Want een ploeg is met 11 man en de 11 man moeten deelnemen aan het spel. Dus ik zei, ik moet hoger zitten. Uh-huh. En Patrick Orlans, die zegt, we gaan u een tennisstoel geven. Ja, dat is perfect. Uh-huh. Dus ik kreeg een tennisstoel en ik zette mij in de tribune, in de staanplaatsen van de supporters. Ik ging in die stoel zitten. Uh-huh. En dan had je een overzicht op het terrein en kon je zien waar de bal niet was. Want iedereen kijkt altijd naar de bal. Maar als hij een inspanning doet van 30 meter en in deze van de bal, die ziet dat niet. Mm-hmm. Heeft hij een inspanning gedaan van niks. Ja. Als een trainer laag zit en hij ziet dat niet, dat hij een inspanning gedaan heeft van 30, 40 meter, is dat waardeloos. Dus als je het hoger zit, ziet je het bewegen en ziet je de ruimte die hij creëert. Uh-huh. De bal komt niet, zijn schuld, niet zijn schuld. Hij heeft goed gespeeld. Dus dat was mijn doel. En daarop tactisch... Maar daarmee had je toch veel bekijks, denk ik dan, als je daar met je tennis doet. Ja, maar als je het eigenlijk zo hoort, nu hebben we ook iemand in de tribune zitten. Ja, dat is waar. Een videoanalist die voor wat hij zegt, hè, voor het overzicht te hebben over het spel. Ja, dus ik was een van de eerste. Die dan communiceert met de bank. Ja, en ik zat daar in een tennisstoel met een hele training. Dus dat was weer al een publiekstrekker. Blikvanger, ja. Dat was weer al schrijven in de gazet. Was geel jouw kleur? Want je hebt toch ook nog een gele... Wacht, ik moet nu denken. Was het een Lamborghini of een Ferrari? Ferrari? Ja, een gele Ferrari gehad waar je mee als trainer toe kwam. Als James Bond zijn natuurlijk. Voilà. Ja. Ik was eigenlijk verliefd op de schoonheid van de auto's. Ja. Noodmechaniek. Hmm. Maar ik heb een 12-13 Ferrari's gehad, geloof ik. Ja. Waaronder een gele. De eerste gele Ferrari in België.
een Testarossa. En heb je er daar nog eentje van? Of zijn die allemaal weg, die Ferraris? Helemaal weggedaan. Ja. Want ik heb spijtig genoeg mijn rijbewijs kwijt geweest. Ja, als je met een Ferrari rijdt, kan dat wel eens gebeuren, denk ik dan. Trap te rijden. Ja. En ik heb het nog maar 14 dagen terug. Ah, ja. 5 jaar en een half. Ja? Rijbewijs gehad. Ah, zo lang kwijt geweest? Hoe snel had je dan gereden, James? Ja, niet snel. Hoezo niet snel? Je kunt toch niet die rijbewijs kwijt zijn? Herhaaldelijk niet veel te snel. Ah, herhaaldelijk. Ah, oké. Okay. Ja, 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 ja. Ik heb ook het Belgisch nationaal record gebroken. Op de vliegende om te snel te rijden. Op de vliegende kilometer. Ja? Dat is een nationale proef in de tijd. De vliegende kilometer. En dan reed ik 301,127. Oké, maar dat speelde zich vooral duidelijkheid niet af op de openbare weg toch gewoon? Hè? Toch wel. Maar ik bedoel, maar dit was toch georganiseerd op een of andere manier? Ja. Ja, ja. We kennen die baan. Ja. We kennen die baan. De okay. Hele competitie. Ja. En daar heb ik dus snelheids gewonnen. Ja. Ja. Met 301,127. Formidabel. Ja. Ja. Maar ik ben gepakt geweest. Aan maar 100 in duur, waar je 50 mag rijden. Okay. En die rechter heeft mij zwaar gestraft, omdat ik zo'n dossier had met allemaal overtredingen om te snel te rijden. Nooit dronken. Nooit. Ja, maar wel sportman, altijd sportief snel rijden. Ja, ja. Ja. Heb jij iets met auto's, Alessio? Ja, ook wel. Ja, ik ben toch wel een autoliefhebber. Ja. Maar, ik heb jou wel nog niet met een Ferrari zien. Nee, 13 Ferraris, dat is... Het is in jouw geval, ik ga het aan jou laten of je dat wilt delen, maar blijf bescheiden toch nog, hè? Blijf bescheiden, ja. Ja, maar dat was... als je verliefd bent op schone dinges, we verwisselden heel snel. Omdat er iedere keer iets nieuws kwam. Ja. Maar goed, snelheid. Ja. Als je daarin kruipt... Mijn laatste wagens waren Bentley's. Ik kan geen 30 kilometer of 50 kilometer per uur rijden. Met een Bentley. Ik moet er maar in zitten en heb al wel sneller. Ja. Ja. Dus ja. Maar nu heb ik het geleerd. Na 5 jaar heb ik geleerd om nu heel, heel voorzichtig te zijn. Met welke auto rij je nu, James? Voor de Range Rover. Ja. Een beetje meer plaats, hoger. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus... En ook misschien minder gevaarlijk. Door de grootte van de auto, zeg maar, iets minder snel uit de startblokken. Ja. Een snelle wagen is voor mij niet goed meer. Nee. Het is gewoon weg. Ja. Een goede wagen, waar je comfort hebt. Ja. En waar je dus overzicht hebt op de baan, waar we rustig kunnen rijden. Ja. Ja. Allee, dat is goed, want je bent dus met de auto naar hier gekomen, dat je sinds 14 dagen je rijbewijs terug hebt. Anders was je misschien hier niet geraakt. Ik ben weet met een trein gekomen. Ben je met de trein? Ja, want straks komt mijn vrouw mij ophalen. En ik heb even de auto van mijn zuster genomen om naar hier te komen. Maar auto's zijn geen probleem. Jij moet niet zo ver, denk ik, Alessio, want jij woont in het Gentse. Hè? Ja, in Lucristi woon ik. Dat is ook gewoon veel handiger en makkelijk. Hè? Tarek Tissoudali heeft het nu ook gedaan. Hij vaart er alleen maar wel bij, denk ik, want hij steekt enorm veel tijd in zijn revalidatie. Ja, dat klopt. Enfin, die nu eigenlijk achter de rug die is. Die nu achter de rug is, maar hij blijft zich nog heel goed verzorgen om zeker toch nog sterker terug te komen dan voordien. En zeker, denk ik, dan om het niet nog eens te laten gebeuren. Ja. Of toch alles eraan doen, zodat het niet zal gebeuren, want dat weet je natuurlijk nooit als voetballer. Ja. Hij vertelde onlangs dat hij 's avonds, wanneer het 7 uur is of zo, nog eens terugkeert naar het oefencomplex om daar dan toch nog maar weer extra oefeningen enzovoort te gaan doen. Dat wekt bij jullie toch ook bewondering af, denk ik. Ja, sowieso. Was hij daar in zijn eentje, want behalve de poetsvrouw of zo is er nee, niemand? Nee, zeker niet, denk ik. Dus, maar ik denk, dat wekt zeker bewondering bij ons. En we hebben het ook wel gezien. Heel zijn revalidatie hebben we ook op de voet kunnen volgen, want hij was elke dag daar voor ons op het oefencomplex. En hij ging ook laat, nadat iedereen vertrokken was, terug weg. Dus we hebben gezien hoe hard hij werkt. En ik denk... Ook in de groep leeft het wel dat iedereen het hem gunt om bijvoorbeeld winningdoelpunt op West Ham te maken of zo. Of
die thuis tegen Oostende zouden play-off 1 halen. Ik denk dat iedereen het hem wel gunt, omdat hij het echt wel verdient. Ja, en het is ook wachten misschien op dat eerste doelpunt, dat gaat hem ook nog extra bevrijden. Hè? Het had al gekund tegen Mechelen, had het al gekund. Twee keer een mooie poging van hem. En daarin zag je ook wel dat hij dat nog niet kwijt is. Dat fluxen, dat dribbelachtige. Ja, dat zit in hem. Hè. Dat gaat natuurlijk niet kwijt zijn. Ja. Maar ik denk dat het nu nog eerder is van wedstrijdritme. Ja. Dat hij nog wel ontbreekt. Dus was het wel goed, denk ik, dat hij al 45 minuten in de benen heeft nu. Van die wedstrijd op Mechelen. En wie weet, hopelijk meer in de toekomst. Uh-huh. Is Tissoudali een voetballer waarvoor jij naar het stadion komt? Zeker. Ik volg hem al van bij Beerschot. Ja? En ik vond dat juist een gepaste speler voor Gent. Uh-huh. Dus gelukkig hebben ze dat gedaan. Uh-huh. Maar de vraag is natuurlijk ook nu, gelijk zondag tegen Mechelen, Orban, die gemakkelijk scoort en dan niet meespeelt om eerst het verschil te maken. Dat is een beetje een moeilijke positie. Uh-huh. Hopelijk dat Tissoudali heel snel scoort. Want anders gaat hij een beetje blijven hangen. Ja. Het was ook wel, denk ik, zo heeft Heine toch uitgelegd, de bedoeling dat we dat Gift niet te snel opgebrand wordt. Hij heeft ook veel gegeven in die thuiswedstrijd tegen West Ham. En oké, als je de luxe nu eenmaal hebt om daar Tissoudali te kunnen laten spelen, dan... Maar wat mij opgevallen is dat Gift in de tweede helft redelijk ver van de goal gespeeld heeft. Anders was hij meer vooruit en had hij meer kansen voor naar het goal te schotten. En daar bleef hij meer werken, niet in de 16. Dat is mij opgevallen. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, als ik er nu zo over nadenk, klopt dat denk ik ergens wel. Misschien dat we niet dominant genoeg waren in die wedstrijd om hem echt in stelling te kunnen brengen in de 16. Dat hij eigenlijk meer betrokken moest zijn in het spel om tot aan de 16 te geraken. Ik denk dat dat eerder het geval was dit weekend. Dat het eigenlijk eerder een kwestie was van dominantie. Of, De ruimte was te groot voor hem naar voren te brengen. En hij is erin gekomen. Ja, maar daar is het niet gevaarlijk. Uh-huh. Nee, dat klopt wel. Ja. De naam Gift Orban is natuurlijk geweldig veel over de lippen gegaan de laatste tijd. Ja. Als je dat bekijkt, ik heb al verschillende keren gaan scouten in Nigeria. En daar zitten fantastische spelers. Ja. Het probleem is dat je die spelers moeilijk rechtstreeks naar België krijgt. Die gaan altijd eerst naar een andere club en die komen hier. Ik heb zo'n speler gescout die ik zelf van de straat genomen heb. Mm-hmm. En achteraf is die, nu speelt hij bij Henk. Dus het lopen daar heel veel spelers. En Orban heeft juist hetzelfde gedaan. Is naar een kleinere club gegaan. In Noorwegen. En komt er nu door. Want die mannen hebben talent. Hè. Uh-huh. Dus hij gaat verzekers nog een heel grote carrière tegemoet. Ja. Zeg jij nog eens iets over hoe hij is? Want het is een aparte figuur. Hè? Ja, het is een aparte figuur. Iemand... die heel volmondig is, denk ik, in de kleedkamer. Uh-huh. Maar vooral iemand met een joie de vivre, zal ik zeggen. Een levensgenieter. Dat hoor je aan alles. Uh-huh. En ik ben ook wel heel blij dat hij ook direct naar hier is kunnen komen en het verschil heeft kunnen maken. Ik denk ook voor een jongen zoals hem dat wel heel belangrijk is om zo mee in die flow te gaan. Voor de rest, het is een... Maar hij heeft zijn stempel gedrukt. Hè. Ja, van in het begin zijn stempel gedrukt. Daarom. Hij scoort ongelooflijke goals. Ja, hij heeft geen aanpassingsperiode nodig. Het lef voor te shotten. Van waar dat hij zijn goals gemaakt heeft, is ongelooflijk. Ja, en ook een paar belangrijke goals. Hè. Zoals thuis tegen Anderlecht. De thuiswedstrijd tegen Karabach ook, om ons te plaatsen naar de volgende ronde. Dus, Hopelijk. Zullen we daarmee afronden? Met de hoop dat Gift Orban ons nog veel plezier en doelpunten bezorgt. En waarom dan niet, inderdaad, in West Ham. Komende donderdag op West Ham. Dat zou mooi zijn. Op aangeven van onze vriend. Ja. Wat voor mij persoonlijk ook mag, dat zijn penalties. En het daarin dan afmaken. Ik weet dat dat niet goed is voor het hart en voor de zenuwen. Zeker niet van die van mezelf ook. Maar maar dat zo. Is wel de mooiste manier. Als het, laat ons maar zo scoren. Maar een Başakşehir scenario, dat...
Dat mag absoluut ook. Mag enfin, absoluut. We vragen veel en nu. Goed, we gaan er het beste van maken. En ik ga jullie bedanken voor jullie komst naar deze studio. Hier in de Gelamco Arena. Bedankt, James Stormen. Dank u. Bedankt ook. Aangename kennismaking. Alles. Hetzelfde voor mij. Voilà. Merci en tot de volgende. Dank u. Stroopcast.